Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video, dit keer over 3D-printen. Een tijdje geleden heeft u gemerkt dat ik ben begonnen ook met SLA-printen, oftewel met de Anycubic Photon Mono. Die Photon Mono, en dat is niet alleen bij die Photon Mono, dat geldt eigenlijk standaard voor die SLA-printers, dat werkt op een manier dat je zeg maar UV-lampen hebt. Die UV-lampen die schijnen op een LCD-scherm. Op dat LCD-scherm kunnen pixels aan- en uitgezet worden. Dat doet het systeem natuurlijk. Waardoor zeg maar UV-licht doorschijnt of niet doorschijnt. En op basis daarvan is het tankje waarin de resin zit, dus waarin de vloeistof zit, daar zit ook een doorzichtige onderkant onder. Dat noemen ze een FEP, een FEP. Wordt dan dat resin met UV bestraald op de plekken waar de pixel dat doorlaat. Nou is die FEP die in die tank zit, dat is een relatief dunne plastic sheet. En bij veel mensen heb ik gezien dat zeg maar, die sheet nog wel eens wil scheuren. En dat heeft dan als gevolg, en zeker als dat iets te lang duurt, en dat duurt te lang, daar kun je donder van op aan. Dan zal die resin er doorheen lekken op dat LCD-scherm wat daaronder zit. Die dus door UV-licht bestraald wordt, daardoor wordt die resin wordt uitgehard. En dat krijg je never nooit meer van dat LCD-scherm. Maar van laat dat nou toch het duurste onderdeel van die hele printer zijn. Nou, wat doet men daar dus mee? Men probeert dat op te lossen door daar een plastic sheet op aan te brengen. En die dan, natuurlijk ook doorzichtig moet zijn, want anders komt het UV-licht er niet doorheen. Die dan dat LCD-scherm gaat beschermen. Dat als die FEP, die dus onder in die tank zit, lek zou raken, dan die resin niet rechtstreeks op dat LCD-scherm terechtkomt, maar juist op dat plastic plaatje wat erboven zit. Wat eigenlijk tussen die FEP en dat UV-LCD-scherm zit, zeg maar. Nou, het heeft een tijdje geduurd voordat ik dat, naar mijn mening, ik weet niet of het werkt, zullen we zien, dun genoeg plastic binnenkreeg. Dat had ik in China besteld, want hier moest ik het in 50 sheets tegelijk kopen. Veel te duur, nergens goed voor. Dus ik heb sheets besteld in China, per 5. En die moet ik gaan aanbrengen op mijn Photon Mono van Anycubic. En dat is het proces wat ik wil gaan laten zien. Ik ga de camera keren en ik ga u laten zien wat ik ga doen. En ik hoop dat dat een beetje makkelijk is. Dat weet ik zelf eigenlijk ook niet. Dus dat gaan we zo meteen zien. Ik ga de camera omkeren. Zo, hier staat die Anycubic Mono. Photon Mono. En die gaan we natuurlijk eens eventjes om te beginnen de kap eraf halen. Beetje stoffig, zag ik. Nou ja. Kan gebeuren. En niet alleen de kap, ik haal ook gelijk de beeldplate eraf, dat is deze hier. Verder de tank eruit, dat is dit gebeuren. Daarvoor moet ik eerst de afdekplaat verwijderen die ik zelf geprint heb. Die is niet geweldig geprint, dat zie je ook. Maar het doet zijn werk. Zo, die kan er weer een beetje in. En dan kunnen we de tank eruit halen. Dit is dus die tank met die FEP, hè. Die zit hier onderin. Dit is die FEP. Even wegzetten, dat we het niet kwijtraken, dat het niet gaat vallen. En dan hebben we hier dat UV-scherm. Ja? Dat LCD-scherm, beter gezegd, die UV zit eronder, de LCD is deze hier. Nou, die LCD die is heel duidelijk. Hij is rechthoekig. Er zit geen ronding in. Ik weet niet of je dat kan zien. Even iets pakken waarmee ik het kan aanwijzen. Misschien is dat het handigste. Ja, ik heb hier nog wel een schaar liggen. Kijk, deze hoeken hier zijn rechthoekig. Kijk, dit hier is wel rond. Dit hier. Maar dit is dus niet waar die UV-licht doorgeeft. Het is alleen dat middenvlak. Nou, eerst wat ik even doe is even een heel klein beetje een doekje eroverheen halen. Een klein vlekje aan de linkerkant. Goed. Nu pak ik eerst even een... ga ik het met een velletje papier doen of niet? Nou, dat is nog even de vraag of ik dat ga doen. Vanwege die dingen hier. Ik ga het in elk geval eerst maar eens even meten. Laat ik daar eens mee beginnen. Dat is misschien het handigste. En dat is dan dus de diepte. En die diepte die is... bij 18,1.
ongeveer. Dus het is 8,1 centimeter. Oké. Okay. Dan de breedte. En die is precies 13. Dus nog een keer die andere meting doen. Ja, 13 bij 8,1. Wat ik nu ga doen, ik ga een simpelweg een plaatje papier nemen. Ik heb hier een blaadje papier. Even kijken of het er ook één is of dat het er meerdere zijn. Nee, het lijkt me de één. En daar ga ik eventjes een 13 bij 8,1 op uittekenen. En dan kom ik zo bij je terug. Want dat ga ik uitknippen en dat gaat dan dienen als mal voor die plastic sheet. Dus een momentje. Zo, ik heb hier dus uitgetekend dat vierkant. En dat ga ik nu uitknippen. Even doen. Daar mag u bij zijn, geen probleem. Het is wel even secuur werk, zodat hij straks precies past. En daar heb ik nog wel eens wat moeite mee met secuur werken. Dus ik moet mijn best doen om vooral rustig te blijven. Oké, okay. Hier hebben we die maat. Even kijken of dat een beetje klopt. Even de spulletjes weg. Even kijken of dat een beetje klopt. Ja, dat klopt aardig. Zelfs nog een klein beetje te klein zelfs. Maar goed, oké. Okay. Hier kan ik mee leven. Nu gaan we het plastic erbij halen wat ik aangeschaft heb. Eén velletje is genoeg natuurlijk. Zo. Natuurlijk wat jammer is als je zoiets in China bestelt, dat ze dan de zaak een beetje gevouwen versturen. Dat is zonde. Maar neemt niet weg dat als ik nou de vlakste kant neem, dan moet ik een heel eind kunnen komen. Dus, ik leg plastic eronder en ik ga dat er weer bij knippen. Dat ga ik even zonder de camera erbij doen, dus één momentje. Zo, ik heb nu ook die plastic sheet geknipt. En die moet nu gaan worden aangebracht. Ik maak hem eerst even een beetje schoon. Dat doe ik even met een beetje alcohol. Dus even de rotzooi hier weghalen. Ik ga hem even met een beetje alcohol aan beide zijden schoonmaken. Zodat die ook schoon is. En dan de andere kant. En dan gaan we hem aanbrengen. En dat ziet er aardig goed uit. Oké. Okay. Daar zijn we er nog niet mee. Ik wil even zorgen dat hij ook echt droog is. Okay. Gelukkig is dat alcohol natuurlijk vervliegt. Nou is niet de bedoeling dat hij steeds gaat schuiven. Dus wat we nu gaan doen. We gaan nu pakken Captain Tape. En dat heb ik hier liggen. Dit is Captain Tape. Dat is een soort van plakband wat warmte resistance is. En dat ga ik gebruiken om hem af te plakken. Eerst even een klein restje weghalen. En dan begin ik simpelweg met kleine hoekjes. Eventjes. En daarmee bedoel ik dus dit, zo'n hoekje zoals hier in het hoekje erbovenin. Ja. En dat doe ik op alle vier de hoeken. Dus we gaan even kijken.
Wees niet bang. Natuurlijk ben je een stukje van je printbed kwijt, dat is duidelijk. Dat is de plek waar straks die captain tape zit. Maar ja, van de andere kant, je zult waarschijnlijk never nooit je gehele printbed gebruiken. Dus die kans is relatief klein. En je kunt natuurlijk enigszins bepalen hoeveel je afplakt. Dus we doen eerst de hoeken. Eventjes mijn handen vrij hebben voor deze laatste. Zo. En het laatste wat we dan doen is zeg maar, dan maken we echt zo lang zodat ze zeg maar het hele terrein bevatten. Dus we beginnen met die voorste hier. Zo, dat is één. Het is wat ruim bemeten deze. Dus ik moet met die andere iets meer oppassen. Iets minder van het printbed weghalen. Zo. Ietsjes meer daar nog. Boven in dit hoekje. En nu alleen nog deze twee zijkantjes. En dan is die feitelijk afgesield. Zullen we het maar even noemen. Even secuur werk. En met die kleine tape is dat best wel een hele lastige. Maar het is goed. Deze is goed. Nu nog naar de rechterkant. De laatste. Goed zo. En daarmee zit de tape om dit nieuwe schermpje heen. En dit zou in principe afdoende moeten zijn. Er zijn nog wel een paar dingen die moeten gebeuren. Het eerste wat moet gebeuren is dat we een calibratie moeten uitvoeren van het printbed. En ja, daar pak ik even iets bij. Zo. Dit papiertje kan voor het levelen gebruikt worden, zegt hij. We gaan het printbed aanzetten. De printer aanzetten. Waar zat je ook alweer? Daar zo. Zo, dan gaan we de kop eerst losdraaien. Dat is het eerste wat we gaan doen. Dus we gaan met een inbussleuteltje. Even kijken of ik hier toevallig de goede maat heb hangen. En anders moet ik hem erbij zoeken. Dit is de goede maat. Die gaan we vervolgens aanbrengen, dat printbed. Zo. Hier gaat die. Zo ja. Loosen de four screws, dat hebben we gedaan. Dat zijn deze vier, hè, waardoor hij los zit. Install and secure the printing platform. Ja, hebben we gedaan. Plaats
het levelingpapier hebben we ook gedaan. Dan gaan we naar de touchscreen op het home button drukken. Dan moeten we even kijken. Home zit, denk ik, bij de tools. Nee, nog niet. Ik moet heel even kijken waar die dan zit. Oh, dat zit bij Move Z. Oké, ja, ik zie het al. Tools, Move Z, Home. Daar gaat hij. Hij gaat automatisch stoppen. Dan kun je met je vinger rustig op de top van dat platform drukken en dan de vier schroeven, of de vier schroeven vastdraaien. Zo, dus rustig hierop drukken. En nu de vier schroeven vastdraaien. Natuurlijk heel erg op een verkeerde plek natuurlijk. Dat is 1. Ik doe dat kruislinks. Zo, dat is 2. Drie. En de laatste. En dat is 4. Zo, die zitten alle 4 weer vast. En oh ja, dan moeten we naar de tools en dan klikken Z is 0. Oké. We hebben nu het systeem verteld wat zijn nulwaarde is. En ja, nu kan hij weer omhoog. Nu kan ook dat papiertje eruit. Nu rest er nog maar één ding. En dat is een nieuwe RF-test. En die gaan we ook gelijk doen. Maar daar moeten we eventjes weer wat voorzorgsmaatregelen voor nemen. Misschien wel bekend bij u. We gaan namelijk om te beginnen mondkapje op doen. We gaan de tank erin doen. Waarom moeten we een nieuwe RERF-test doen, zou je je kunnen afvragen. Nou, de reden daarvoor is simpel. Doordat die cheat ertussen is geplaatst, zal de reactie zeg maar, van het scherm toch anders zijn als dat die daarvoor was. Vandaar dat we nieuwe spullen gaan doen. Een nieuwe test moeten gaan doen om te kijken wat zijn ideale settings straks zijn. Ik ga de handschoenen aandoen. Dat moet natuurlijk, dat snap je. Want we gaan de resin in de tank doen. Dat is de volgende stap. Het gaat er hierbij dus om het vaststellen van de exposure tijd. Ja? Die exposure tijd is van belang in verband met de kwaliteit, zeg maar. En daar aan de hand van kunnen we ook gaan vaststellen wat dan bijvoorbeeld voor de eerste lagen en dergelijke. Want als we dat gewoon vertalen, dan is dat verder goed. Hè? Dus stel dat er zeg maar 0,2 seconden meer nodig is, dan geldt dat niet alleen voor een gewone laag, maar ook voor de eerste lagen. Zo moet je zien. Nou, ik denk dat dit al voldoende is.
eventjes een papiertje erbij. Zo, hem dicht. Hoppakee. Rest ons nu het erin doen van de stik en natuurlijk het sluiten van de deksel. Ook niet onbelangrijk. Dus de deksel gaat dicht. Ja, vervolgens erin doen van de stik en het opstarten van het RERF-bestand. Het RERF-bestand is namelijk het testbestand van deze printer. En dat is dan ook wat we nu gaan doen. We gaan beginnen met de test. Even terug naar de printerkwaliteit. En dan gaan we naar de RERF. Daar gaat die. En that's all. Wachten is nu op het resultaat daarvan. En als dat resultaat binnen is, nou, dan kunnen we zien wat het effect gaat zijn hiervan. Bedankt voor het kijken. Dit was de video van vandaag. Die nieuwe waardes moeten natuurlijk straks in de software worden opgeslagen. Dat geldt dan in dat geval de slicer software. Maar dat wijst zich denk ik redelijk vanzelf. En dat laat ik dus voor buiten deze video. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Dag.